Welkom bij de videotheek. Vandaag worden we vergezeld door de sausmilf herself, Hannah Lemmes. Hannah werkt doorheen de dag als freelance copywriter, tussen het livetweeten van haar leven natuurlijk. Af en toe kunnen we haar zien als de Roger Ebert van de supermarkt sausen. Maar okay. Ze is vooral bekend voor de enige plaats waar culinair Twitter en horny Twitter samenkomen. Vandaag is ze hier om het ondergeapprecieerde Bernie te bespreken. Welkom, ja. Hannah. Dankjewel. Dankjewel. Blij hier te zijn. Dank voor de uitnodiging. Vond je een mooie introductie. Ja, het een beetje mooi. Accuraat? Ja, heel accuraat. Dankjewel. Ook de vermelding van Roger Ebert, dat vind ik wel heel charmant. Dankjewel. Ja, zo hebben we er geen eigenlijk in België. Hè? Allee, het nee, zo niet echt. Wat hadden we? Erik Stokman zeker van de Humo. Ah ja. En voor de rest ken ik er eigenlijk niet. Allee, van, voor mensen dat sausen reviewen, bedoel ik. Ja, sausen niet. Nee, voilà. Daarmee. Ik zag dat gat en ik ben daarin. Voilà. Perfect. Ja. Hoe gaat het met je? Goed. Ja, alles bien. Ja. Klaar om het over Bernie te hebben. Yes. Ja. Ligt het allemaal met de feestdagen en zo, want het is voor iedereen zo'n drukke periode nu? Ja, ik heb heel veel saus in huis. Dus, belangrijkste ingrediënt van elke maaltijd. Ja, dat is waar. Heel veel ovenhapjes en zo. Dus het komt allemaal goed. We doen fondue. Dus, ah, okay. Ideaal. De lieving een beetje luchten zo, de dagen erna. Ik denk dat alles weer normaal ruikt. Ja. Nee, kijk er naar uit. Ik ben graag bij familie. Ja. Eten en drinken, dat is allemaal keigoed. Ja, samen zitten. Ja, absoluut. Dat is altijd wel gezellig of zo. Ja, absoluut. Ik ben een grote kerstfan. Mm-hmm. Same. Ja. Ja, het is nu helaas geen kerstfilm dat we bespreken. Nee, dat is waar. Ik had Home Alone moeten zeggen, maar die heeft iedereen al gezien. Hè. Ja, maar dan even geleden Holiday gedaan. Dat is ook met Jack Black. Ja, inderdaad. Toch? Ja. Yep. Oké, die heb ik nog nooit gezien eigenlijk. Die is echt leuk. Ja, is dat? Ja. Ik hou niet van romcoms eigenlijk. Ah, oké. Ik vind het allemaal te tof. Dat is echt cool. Een beetje venijn erin. Ja. Het is sympathiek. Dat is een goede beschrijving van Bernie. Ja, eigenlijk wel. Een beetje venijn, niet te veel. Nee. Zo, een beetje. Het is goed. Waar is uw interesse voor film en tv begonnen? Want toen ik u de vraag stelde van wat zou jij kiezen om te bespreken, dan gaf jij zo vier opties door. Dat ik dacht van, jij weet weer shit. Allee, ja, maar Bernie dacht ik direct aan. Want niemand kent die. Hè? Maar voor de rest, films. Ja, mijn ouders hadden zo op oude cassettes en zo films. Zo echt classics. Gelijk Taxi Driver of The Princess Bride of dat soort dingen. Daar ben ik echt mee opgegroeid. Die heb ik al 1000 keer naar elkaar gezien en zo. En daar is dat zo wat begonnen. En dan als student veel naar de cinema geweest. En ook in een filmjury gezeten van de jongere jury in Gent. Zo in 2006. Fans. Ja, heel tof. En dan kinderen gekregen en dan eigenlijk compleet gestopt met cinema en eigenlijk daar niks meer mee gedaan. En nu is dat zo terug aan het komen. Ah, leuk. Dus keileuk, ja. En Bernie is een van de laatste films dat ik echt zo keihard gezien heb. Mm-hmm. Toen was mijn dochter pas geboren, toen ik die ontdekt heb. Ah, dus ja. Heb ik die constant zitten kijken met mijn dochter eigenlijk op mijn arm. Fantastisch. En daarom dat ze nu zo raar is. Ik zelf. Zouden ze daar het heel lieve kantje van Jack Black hebben overgenomen? Of een beetje Maurice kantje? Ik denk allebei eigenlijk. Misschien heeft ze naar Marjorie gekeken. Dat kan ook. Oei. Ja, het is niet gemakkelijk. Hoe zijn we begonnen als copywriter? Want dat is ook wel iets dat creatief is of zo. Ik ben een beetje in reclame gerold. Ik was een barvrouw eigenlijk. Maar ik had wel studies gedaan. Ik had kunstwetenschappen gestudeerd en archeologie. Ik ook? Waar dan? Brussel? Ja, ik ook. Ja. Dat is ook de enige plaats waar dat hoe oud zet jij? Ik ben net afgestudeerd deze zomer. Oké, precies. Ja. Daar gaan we niet meer over leeftijd praten. Oké, goed voor u. Super. Ik ook. We zijn hetzelfde ook, al zijn we niet even oud. En dan eigenlijk in een café blijven steken. Het was zo'n economische crisis. En dan in dat café was Jens Mortieris op bezoek gekomen. En beginnen praten, teksten beginnen schrijven en zo en doorsturen. En dan zei hij, kom eens stage doen. En als copywriter. En dan heb ik dat gedaan. En dan sindsdien eigenlijk... Ja, de reclame ingesukkeld. Ja. En voilà, dat is nu 10 jaar geleden zoiets. Oké. 13 jaar geleden zoiets, ja. En dan sindsdien nooit gestopt. Hoe gaat dat daar verder in zo in copywriting? Want ik weet daar bitter weinig over. Dat is
voor mij is dat teksten voorzien voor zo'n pupjes in. Ja, voor, maar dat is ook. Die, die, ja. Ah ja, voilà. Ja. Soms moet het niet moeilijk zijn. Ja. Nee, inderdaad. Gewoon teksten schrijven, ja. Okay. Allee, of ja, uw klanten voorzien u van informatie, hè, hoeveel dat zij zelf willen, of bullet points, of... Soms geven ze u 5 brochures, hè, vat dan een keer samen. Okay. En dat kun je dan ook doen, of online, of print, of whatever. All right. Oh. Ze hebben teksten nodig en je schrijft die. Oké. Okay. Ja. En hoe krijg je dan zo aan, aan nieuwe klanten in? Zijn dat dan andere bedrijven dat zien van, ah, die heeft daar wel coole dingen gedaan, we gaan niet horen naar wie dat is of zo? Ik heb via Twitter wel wat klanten. Ja. Geweldig. Grappig, hè? Ja. Maar dat klikt ook wel goed, dus dat is oké. Okay. En dan, ja, zo ex-collega's van vroeger zo, van bij multinationals en zo, die me kennen, die weten dat ik het bedrijf ken en zo. Dus die kennen mij, dus voilà. Eigenlijk kat in bakkie. All right. Super cool. Ja, ja, dat is heel tof. Heel tof. Ja, ja, wat is zo... Allee, zijn jij ook vroeger bezig geweest met narratief schrijven en zo? Ja, eigenlijk wel. Keihard. Zo Nederlandse les en opstel schrijven en zo. Altijd. Keigraag gedaan. En dan heb ik... Ik heb een half jaar in India gezeten. Daar hield ik ook een blog bij. En zo echt ja, proberen... Ah, dat is keigoed. Ja, gelijk iedereen die met teksten bezig is, proberen een boek schrijven en proberen een sitcom schrijven en proberen... Ja, je probeert maar van alles en zo. En dan uiteindelijk op Twitter terechtgekomen. En daar gaat alles veel rapper. En ja. Veel rapper feedback. Instant gratification. Ja, voilà. Zo dopamine. Hè. Voilà. En ja, daar zit ik zo nu een beetje. Maar ja, de plannen zijn er natuurlijk altijd. Hè. Ja. Maar oké, we blijven schrijven. En, ja, absoluut. Allee, dat is denk ik het enige en het beste wat je kunt doen om allee, erin te groeien ook of zo, gewoon te blijven schrijven. Blijven oefenen. Ja. Ja, dat is zo. Dat is het. Eigenlijk echt wel gewoon een beetje in spieren. Dat is zo, keert. Ja, ja, met minder en minder woorden. Vroeger was het altijd veel woorden om iets weinig te zeggen eigenlijk en nu is dat zo heel weinig woorden om veel te zeggen. Dat vind ik kunst zo, hè. Ja, absoluut. Dat is zo. Ja. Impliciet schrijven zo. Ja. Ja. Want dat is ook, allee, dat ik vind dat jij daar echt enorm goed is. Zo het, ja, Twitter is het nogal beperkt van LinkedIn of zo. Voorlopig wel, ja. Ja, voorlopig wel. We zullen zien, hè. Wat misschien wanneer we deze posten ook al niet meer. Ja, nee. Elon gaat nu blijkbaar ook al weg, dus... Ja, ja, wie zal het zeggen? Ja. De toekomst is onzeker. Ja, inderdaad. Ja, dus ik vind dat heel grappig, heel dat Twitter-fiasco. Ja, ja, dat is hilarisch. Maar ja. Ik vind het ook wel leuk om erop te blijven, omdat zo... Het is entertaining, hè. Ja, ik wil zo niet weg. Nee, ik wil zien niet hoe het allemaal kapot gaat. Ja. Als het kapot gaat. Als niet kapot gaat, oké. Het is een win-win, eigenlijk. Zo, ja, ik blijf nog even hangen, zo. Ja. Voilà. Drama is altijd leuk. Ja, voilà. En ja, ik ken veel volk op Twitter. Ik vind die allemaal tof. Ik wil die allemaal nog blijven zien. Zijn mensen weggegaan, die mis ik echt wel. Die zijn aan Mastodon of zo. En ik mis die echt. Dus ja, ja. Ja, inderdaad. Het is, allee, ik denk dat van... Tenminste, ik volg dat nog zo vrij volledig is of zo. Allee, dat er nog wel veel volk op is gebleven. Bij mij maar... is niet echt keiveel volk weg. Allee. Ik zo denk van, allee. Maar ik zit ook wel op Mastodon, hè. Ah, ja. En dan, oké, daar kun je ook in interactie gaan. Dat is allemaal goed. Maar heb je twee, dan heb ik twee obsessies eigenlijk. Dat is ook niet goed, hè. Nee. Dan wil ik met iedereen babbelen. En dan, ja, voor... ik heb ook nog een job en kinderen. Ja, voilà. Een sociaal leven, zo gezegd. Dus ja. Dat is allemaal niet gemakkelijk. Ja, gelukkig is dat op hun telefoon en moeten daarvoor niet meer op café gaan of zo. Ja, dat is waar. Gelukkig kunnen we allemaal gewoon binnen blijven. Voilà, inderdaad. Wat is voor u zo het verschil tussen, tussen schrijven voor copy en narratief schrijven? Ja, copy heb je het kader van je klant. Hè. Dus je klant geeft je restricties en dat is keigoed. Want dat is extra moeilijk dan om daar creatief in te zijn en tof in te doen en zo. Dus dat vind ik fijn. En soms is narratief schrijven of zelf iets verzinnen is moeilijker. Omdat je dan gewoon alles is mogelijk. Ja, absoluut. En ik heb daar soms moeite mee. Want dan moet ik mijn eigen zo beperken. Ja. Dan oké. Ik schrijf ook liever ook gewoon over wat ik ken. Zo, ik ga niks gaan verzinnen. Ik heb niet zo'n goede fantasie, eigenlijk. Ik schrijf liever niet, beschrijvend. Zo, als ik iets heb meegemaakt of zo. Ik observeer iets of zo, dat vind ik. Vind ik plezanter. Oké. Honderd mensen met een grote fantasie. Vind ik geweldig. Ja, dat is... dat is iets... Dat ik als scenarist ook niet echt heb. Ik heb een grote fantasie, maar niet zo dat... Zo'n hersenen dat je elke dag op zo'n geniaal idee voor een reeks komt of zo. Of voor een film. Dat zou fantastisch zijn. Maar bestaat dat? Mensen dat echt elke dag... Ja, ik ken wel mensen dat echt...
dat heel veel zo van die ideeën hebben, maar dan misschien net iets minder goed zijn in dat, ja, dat in dat uitwerken of zo. Maar het is belangrijk om daar wel een balans in te hebben, hè? Want anders geraakt er ook niks uitgewerkt. En ja. Dat zijn ook maar ideeën. Ja, inderdaad. Ja, je moet er dus veel discipline bij. Ja. Mm-hmm. Hey, je denkt altijd aan een schrijver, dat is creatief, dat zijn zotte mensen en die zitten aan de drugs of whatever. Ja. Maar je moet, ook wel, je moet dat ook wel waarmaken. Ja, ja. Zo, dat is zo de mop zo, hè. Zo van, ah ja, oké. Okay. Je moet ook wel discipline hebben, dat valt wel tegen. Oh, ja. En drugs en creativiteit gaan maar zelden hand in hand, denk ik. Zo. Collectieve creativiteit, toch? Ja, ja, inderdaad. Ja. Ja, het is dat. Ja, dat is de moeilijke. Meestal is dat zo wat de downfall. Alleen wanneer de heel creatieve mensen zo heel heftig gewoon van alles binnen te pakken en shit. Dan... Ja, ja. Good times. Voor eventjes. Short and sweet. Waar dat ik heel benieuwd naar ben bij u te kennen van Twitter en zo, is waar dat je passie voor saus vandaan komt. Ja, wel, ik weet het zelf niet. Dat was al altijd... En dan, ja, voor iedereen beroemd ben ik dan op tv geweest. En dan vroegen ze over iets te klagen. En ik dacht, oké, okay, wat haat ik? Want ja, allee, het mocht onnozel zijn. Mm-hmm. Maar ik heb ook een blog, hè, waarin dat ik zaag over onnozel dingen. Mm-hmm. Eigenlijk mensen die hun vork in hun linkerhand houden. Ik vind dat dat geen steek houdt, want allee, je eet zo. Als je rechtshandig bent, was je rechtshandig nu niet. Anyway, en ze vroegen dan van, ja, kun je komen klagen over iets? En ik zei van, ik heb juist iets geschreven over droge voeding en zo. En voilà, dan was ik daar. En dan sindsdien is dat zo, ja, zo'n ding. En dan ben ik daar gewoon opgesprongen van, oké, ik ga hierin mee. Het is, want het is ook zo. Want ik haat ook echt drogen. Dat is echt, dat is niet verzonnen. Dat is mijn passie. Dat is echt waar. Dat is the real deal. Dat klinkt dus, heel grappig. Ja, ja, het is allemaal grappig. Het is natuurlijk kei dubbelzinnig, hè. Dat is echt niet expres. Maar... ja, nee, dat is gewoon al altijd. En zo sausjes proeven en zo. En in frituur 3-4 sausjes kiezen en zo. Gewoon om te kunnen switchen en zo. En ja, ik vind dat gewoon, dat is kei plezant. Ja. Zo meer saus aan het leven zo, hè. Ja. Inderdaad. Ik vond dat heel funny toen dat jij die YouTube-video had gepost, die review van de Brusselse ketchup of zo. Brusselse ketchup, ja. Ja, dat, dat waren er 9 of zo. Allee, dat waren allemaal verschillende... Ja, die hadden mij dat gestuurd. Allemaal over hun neus. Ja, ja. Hilarisch. Gewoon eens even proeven. Ja, weet je, die stuurde mij dat. Dat was een van de eerste keren dat een merk mij saus stuurde. En ik was zo helemaal gecharmeerd. Van, ik heb niks gedaan hiervoor. Die stuurde mij dat op en zo. En dan geproefd. En ja, er waren er wel heel goed bij. Mm-hmm. Ja, okay. Dofies. Die tomatenketchup is echt heel tomatig. Dat moet je maar kunnen. Hè. Hij is niet zo simpel, denk ik, ketchup maken. Dus met voilà. De standaard de Vos Limes ketchup of zo, dat smaakt ook niet echt naar tomaten of zo. Nee, ja. Ik had een vergelijkende test gedaan met ketchup. De winnaar was Heinz. Oké. Okay. Dat is ongelooflijk. Hoe doen die dat? Hoe doen die dat? Dat is een blinde proef. Maar hoe wordt ketchup gemaakt? Dat is tomaten indikken, hè. Puur dan? Dat is gewoon koken. Hè. Maar smaakmakers erin. Hè. Zo'n sherry of suiker of whatever erin. Ja. Ik heb dat zelf nog niet gemaakt. Het interesseert mij ook niet, want ik hou niet van ketchup. ik wil dat niet maken. Zo. Misschien ooit. Maar voilà. Ketchup, ik weet niet. Misschien is er een markt voor u van de homemade sausen van Hannah Davis. Ja, ik moet rijk worden hiermee. Waar is mijn geld? Oh my god. Ja. Je kunt besparen op koppie, want dat kun je gewoon uiteindelijk zelf doen. Uiteindelijk wel, ja. Voilà. Inderdaad. Ja, nu zijn we aan het nadenken. Voilà, inderdaad. Oké. Okay. Ik ga maar eerst naartoe. Oké, zalig. Wat is je favoriete saus? In frituur of toekoe? Over het algemeen, ik weet niet. Allee, je hebt natuurlijk zo van die warmere vleessaus, je hebt inderdaad frituursausen en zo. Maar gewoon van ze allemaal. Je zo... Gun to your head. Welke zou je kiezen? Nog één saus voor de rest van je leven. Ja. Looksaus. Oké. Ja. Interessant. Zo. Ja, mijn eigen zelfgemaakte looksaus. Ah, dat is zo met yoghurt en mayonaise en look en citroensap erin en zo. Super bien. Nice. Dat klinkt heel lekker. Het is heel lekker. Het is altijd een hit op elk feestje. Want ik maak dat ook altijd. Of zo, zelfgemaakte cocktailsaus ook supergoed. Maar eigenlijk, alle sausen zo wat. Maar qua beu worden zou ik looksaus niet aan beu worden. Oké. Okay.
Ja, Loxa, Andalusen misschien ook. De mensen rond u wel, maar... Ja, dat is hun probleem. Ja, dat is hun probleem, inderdaad. Niet mijn probleem. Ja. Nee, dan voilà. Moeten ze maar mee eten. Nee, voilà, inderdaad. Pak je eigen sausen, hè. Nu heb ik een vraag waar je misschien geen antwoord op gaat hebben, omdat het extreem specifiek is. Maar is er, heb je ooit een link kunnen vinden tussen allez, een saus in film? Gelijk dat je in een film iets zegt van allez, gelijk, iets gelijk chef of zo, of iets allez, zo culinairdere films. Waar je zo een saus in zegt dat je echt dacht van amai, dat wil ik wel echt eens proberen of zo. Ja, bij Bellen en het Beest, als ze zo aan die tafel zit van kom erbij, dan steekt hij zo haar vinger overal in. Dus ja. Dat ziet er zalig uit, met dat grijs spul dat ze zo eet. Ja. Moet ik even denken, want er zijn wel zo eetfilms die ik de max vind. Gelijk The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover. Ja. Dat is zo echt zo, ah man. Oké, er zijn ook vreselijke dingen. Ja, heel vreselijke dingen. Ook allee, hoe dat eten eruit ziet en zo is fantastisch. Of Jiro Dreams of Sushi is een van mijn lievelingsfilms. Ah, die ken ik niet. Oh my god, je moet die zien. Dat is over sushi-meester in Tokio. Ah, geweldig. Of in Kyoto. Ik denk in Tokio. In een of ander metrostation, zo'n klein sushi-plekje. Dat is een super perfectionist. En hij heeft 3 sterren of zo. Dat is echt zalig. Een super plek. En hij, zo keiveel slow-mo van die sushi die gemaakt wordt en zo. Dat is belachelijk. Je moet die film zien. Ik denk wel dat we sushi moeten hebben, ook als we die film kijken. Dat is een gezamt leven. Het gaat dan moeilijk worden. Ja. Zalige film. Ja, dat ik heb nog nooit van gehoord. Allee, zo de culinaire dingen dat wij heel tof vinden. Allee, zo is een chef was heel leuk. Van Jon Favreau. Heb je die zien? Nee, Jon Favreau, die ken ik wel. Mm-hmm. Is dat een film of film? Dat is een film. Die heeft Chef's Table op Netflix. Dat is zo'n beetje... Allee, door die film is hij heel graag beginnen koken. Okay. Dat hij speelt daar ook zelf... Allee, die regisseert en speelt zelf daarin. Mm-hmm. En dan met Chef's Table... Wat is het concept nu? Ik denk dat hij zo heel... Ja, belangrijke, bekende chefs uitnodigt om dan samen met hem te koken en om hem te leren. Is dat recent? Die Chef's Table wel, maar Chef, de film is van 2014, denk ik. Hey, dat is wel lang geleden. Ja. Okay. Heeft Anthony Bourdain daar dan nooit langsgekomen? Dat weet ik niet. Die is toch niet zo lang geleden gestorven, hè? Nee, wat was dat? 2018 of zo? Denk het, zo'n paar jaar terug. Ja. Zalige mensen, hè? Allee, ik heb daar niet zoveel... Allee, van gevolgd of zo van Anthony Bourdain. Ik heb vooral gehoord hoe de legende dat was. Allee, zo iemand onpretentieus. Gewoon je eet wat je lekker vindt. Ja. Zo, en je moet daar niet te veel shit aan hangen. Mm-hmm. Dat is zo gewoon, je eet wat je lekker vindt. Ja. En dat is zo, dat is het. Dat is het. Inderdaad. Gewoon genieten. Dat snobisme zo zeker. Allee. Ja. Vooral zo, dat je vroeger naar zo'n mijn restaurant keek, ik weet niet of je daar nee, naar gekeken. Nee, ik kijk daarna geen tv eigenlijk. Ah ja. Allee, wel Netflix en zo, maar zo geen Vlaamse tv. Zo. Ja, ik keek dat als kind mee met mijn ouders. Allee, dat was zo van, dat is op de tv. Maar dan waren die chefs die in de jury zaten altijd zo super, altijd over alles. Zo van, dat moet exact zo zien en zo en zo en zo. En die konden die mensen ook zo keihard afkraken dat ervan hadden gekookt. En ik dacht altijd van, het is toch de goede couleur. Allee, gewoon die zijn het zelf al niet eens. Hè? Nee. Al die chefs zijn het zelf niet. En dan denk ik, dat is gelijk zo wetenschappers. Jullie zijn het ook niet eens. Dus wat zitten jullie tegen ons bezig? Wat de waarheid is? Fuck dat. Het is toch gewoon super subjectief allemaal. We verwerpen alle wetenschappen. Ja, fuck dat. Fuck wetenschappen. Nee. Maar, ik snap wat je bedoelt. Mm-hmm. Ja. Ik kan daar niet tegen snobisme. Toekoor snobisme, maar in eten is nog erger. Want dat is iets waar je van moet genieten. Zo. Dat is buikgevoel. Zo, dat is heel persoonlijk. Persoonlijk dus kom mij niet zeggen wat ik moet lekker vinden. Fuck dat. Allee, fijn. Ja, voilà. Als jij beginnen ranten. Een tram zit met een pot loodhuis of zo. Ja, wie zijn zij dan? Ja. Om mij tegen te houden. Exact. Is toch waar? Oh my god. Inderdaad. Ja. Wat vind jij van pikante sausen? Ah, dat heb ik ook graag, tuurlijk. Oké. Okay. Ja. Zo echt zo die dingen... Je hebt daar echt communities rond, hè. Zo mensen die dat hun eigen sausen maken en dat dan zo super pikant proberen te maken en zo. Ja, maar zo te pikant, dat kan ik wel niet hebben. Mm-hmm. Ay, dan is het... Oké, ik proef wel zo intellectueel gezien. Proef je dan, er zit dat en dat en dat in. Maar echt genieten is dat dan ook niet meer voor fysiek mij. Fysiek zijn gaan doodgaan. Ja, voilà. Allee, wat is er dan nog leuk aan? Zo. Ja.
Maar ik vind dat programma Hot Ones wel heel plezant. Ja, dat is. Want dat is wie was daar onlangs geweest? Maya Rudolph, denk ik. Echt? Ze was zo beginnen vloeken op Maya Rudolph. Ik weet niet of het echt was, maar ze was zo precies dronken of zo. Kun je zien met Gordon Ramsay? Nee, nog niet gezien. Die is ja? Zo grappig. Ja. Het is wel grappig, Gordon Ramsay. Ja. Ja. Hij is altijd zo kei lief tegen kinderen. Ja. Tegen volwassenen, zo kei shitty. Ja. Zalig. Oh. De idiot. Wat is dat nu weer? What are you? Zo, ah, ja. Twee zo buns tegen die haar oren. Een idiot sandwich. Again. Oh, ja, Gordon. Toen wij in Indonesië waren, kwam ik ineens op dat... Allee, kwamen wij er ineens op en dan hebben wij gewoon tot tijdens het eten een volledige aflevering gekeken of zo. Ja, maar dat was niet de volledige aflevering. Dat was vanaf het einde dat hij zo echt slecht begon te gaan. Dat is waar. Maar dat was omdat jij iets kei pikant had besteld. Ja, okay. Ja, want Indonesisch pikant is anders dan... Allee, die... Dat is echt pikant. Ja, dat is echt wel... Ja. Dat is echt heftig. En uw broers waren dan ook van... Allee, Ja, die maakten alles... Zo toeristenpikant voor ons. Ja. Ah ja, in plaats van Indonesisch. Hebben daar een restaurant? Nee, die koken graag. Die hebben daar zo een klein hotelletje in de jungle ook en zo. Wauw, oké. Maar dat was gewoon in het restaurant van ons hotel. Dacht jij, ik ga dat pikant ook bestellen. Ja, inderdaad. Okay. En dat was echt... Boedig. Bol move. Ja. Dat was kapot gegaan. Maar dat was wel kei lekker. Je hebt dat ook helemaal opgegeten wel. Ja, sowieso. Ik zou je niet laten kennen. Nee. Maar jij geniet daar dan ook nog wel van. Ja. Ik dat is wel heftig, dan, maar weet dat is een dubbel gevoel. Dat is super lekker, maar je bent ook wel echt aan het doodgaan. Ja. Ja, wel, ik heb in Weinigem Shopping Center. En daar is zo'n snoepwinkel, Ollige Bolleke heet dat. Dat is vlakbij de Lunch Garden. Mm-hmm. En ik was daar snoep gaan halen voor de kerstcadeaus voor de kinderen. En die hebben daar zo... Cheetos Crunchy Hot... Hot Cheetos, hoe heet dat? Fucking hell. Ja. Die Hot Cheetos zo. Ja, ik weet het niet. Flaming Hot Cheetos. Flaming Hot Cheetos, dat was het. Yes. €4,50 voor een zak, maar ik heb er al twee gekocht. Zo één in de auto al zo. Ik zeg, waar vinden die? Vindt die? Dat wou ik niet zeggen. Ah ja. Oh, dat is grappig. Je hebt nog een winkeltje in het shopping center. Zo naast... Zo tussen de Van den Borne en de Lego-winkel. Zo de Amerikaans etenwinkeltje. Daar zullen ze dat misschien ook wel hebben. Dat er allemaal zo American Candy. Dat is zo wat die nieuwere gang. Allee, zo wat de... Ja, die is heel diep. Allee, als je nooit in shoppingcenters bent geweest, liefste luisteraar, dat snapt hier echt niks van. Maar dat is zo... Als je bij de Fnac naar beneden gaat, dan is er zo... Bij de wat? Bij de Fnac. Ah, bij de Fnac. Oké. Zo bij die klok. Aan de Ace Adventure. Ja, daar. Bij die klok die zo af en toe zo... Ja, inderdaad. Uh-huh. Dan, daar is dan... Allee, daar is zo de gang langs de... Ja, zo duurdere klerenwinkel, zeg ik eens. En uiteindelijk, als je van die gang naar de parking loopt, dan heb je op een hoekje een American Candy Store. En dat ziet er altijd super tempting uit om binnen te gaan, maar ik heb dat zo nog niet gedaan. Ik ben vroeger wel zo soms... Je had vroeger in Wilrijk een American Food Store ook. Er waren ook allemaal zo van die... Ik kom nooit in Wilrijk. Nee, maar ik had een vriendinnetje dat daar dichtbij woonde. Nee, daar voor bijna waren wij zo... Ik kan het daar iemand. Ik kom in mijn dagelijks leven ook niet heel veel in Wilrijk. Nee, maar ik zou allemaal van die zo Amerikaanse zo ontbijt, tellen zo cornflakes en weet ik veel. Ja, dat is een heel cultuur. Ja, dat is echt heel aan de reten. Misschien, want dat zal nog wel ergens bestaan. Daar zouden we dat ook wel kunnen vinden, denk ik. Oké, ja. Ja, online kon ik het nergens vinden. Maar dan zag ik dat en ik was zo happy, zo gelijk. Ja. Kid in a candy store. Maar echt? Ja, was een grown-up in een candy store. Ja, maar Olke Bolken is er ook echt al jaar en dag. Allee, zo die eigenaar is, die heeft zo hier achter hun ook gewoond. Maar ik vind dat gek dat die dat hebben dan, die Flaming Hot Cheetos. Vind ik ook daar stond een hele doos gelijk. Dat was precies pas geleverd met zo allemaal speciale novelty chips. Maar en dan zag ik die gewone Cheetos, de crunchy, en ik zo van, het zal toch wel niet waar zijn? Dus ik stond hier graven in die chips. Yes! Oh my god! Er waren er maar twee, ik niet meegegeten. Misschien is dat van de camion gevallen, ergens of zo. Ja, dat is gewoon gered. Weinig hem. Zijn wel zeker. Hoe is heel het Jamie's verhaal tot stand gekomen voor u? Dat vind ik ook echt heel grappig. Ja, dat is heel grappig. Dat was vorig jaar, was dat, ik denk, Katrien Zwartenbroek, die zat in de jury. En die zei, zou het niet hilarisch zijn, moesten we met z'n allen zo op Twitter gaan naar de finale stemmen en zo. En ik zo van, let's do it.
Oké, ik ben daar ook achter gezet. En dan was het zo. En dan was ik daar en ik was tweede en al. En ik zat daar in publiek van, wauw, ik hoor hier echt niet thuis. Iedereen was zo keicool en zo bezig met gelijk brand en zo. En ik zat daar zo van, ik had Caro dan meegenomen. Ik weet niet of je die kent, ja, van Studio K. Zeker. Ja, dat was de max, hè. Dat was een feestje en al. En goed gelachen, gewoon vrienden gemaakt en zo. Maar ja, tegelijk dacht ik van, wat is deze hier? Maar ja, nu ga ik opnieuw. Ik ga opnieuw. Fantastisch. Dus, ja, ja. Jij ja. mocht de zilveren beker gaan doorgeven. Of, ja, ik weet, of misschien ja, krijg je hem gewoon opnieuw. Misschien win ik wel. Ja. Misschien win ik. Ja, ik hoop van niet, want dan moet ik daar gaan speechen. En vorige keer stond daar zo'n afteller, zo gaat zo 10 seconden. Heftig. En ik presteer sowieso al niet zo. Met zo'n heel publiek erbij. Dus ja, we zullen zien. We zullen zien. Dan wordt dat een heel lange... Ja, alleen merci. Ja, we zullen zien. Ik ben nu Nimcel, blijkbaar. Dus, ja, van waar komt dat? Dat vroeg dat mij ook af. Niche internet micro celebrity. Holy shit. Ja, ik snap dat niet. Voor want... alles is er een naam. Ja. Ja, er is voor alles een naam. Er heeft een copywriter dat bedacht. Een evil copywriter. Die heeft gezegd, we maken daar Nimcel van. Ik haat dat woord, dat lijkt veel te fel op incel. Ja, heel inderdaad. Dat is vreselijk. Ja. Dus waarom word ik nu geassocieerd? Dus ja, ik hoop dat we een nieuw woord verzinnen tot dan. We zullen zien. Dus je moet, als je het wint, voor als je het wint, moet je misschien een nieuw woord verzonnen hebben. Mm-hmm. En dat je speech zijn. Ja, we zullen zien. Ah, ja, moeten ze mij wel betalen. Ja. Want, kom aan. Ja, best wel. En niet gratis werken. Ik ben dan wel een nimcel, maar... Hè. Ja, lachen. Ja. Eer betaalt de rekeningen niet. Ja, voilà, dat is nee, waar. Dat is waar. Facturen inderdaad. Stijgen voor iedereen. Dus, ja, zeg maar zeker. En dan royalties voor elke keer dat woord gebruikt. Ja, P. Ja, ik zie dat zitten. Best wel. Ja, ja. Keihard. Zalig. Even... Zeg, mag ik even nog wat water hebben? Want ik drink keiveel water absoluut. De hele tijd. Ja, ja, dat is... Altijd dorst. Ja, dat is gezond, hè. Kunnen die fles even hiernaast zetten? Ja, voilà. Ik kan gewoon bij u zitten. Want wij drinken net iets minder water. Oké, je moet hydrateren, hè. Awesome. Ja, 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 dat is waar. Absoluut. Sorry. Ik ben een mama. Over mama gesproken. Ik vroeg mij af wat jij als ouder vindt van zo ja, heftigere films laten zien aan je kinderen op een jongere leeftijd. Want jij hebt als kind ook dan Taxi Driver gezien en ook ja, heftigere dingen dat je eigenlijk nog niet had moeten zien of zo, in theorie. Ja, ik heb It gezien als... Ah, 7-jarige, 8-jarige. Ja, ik had daarover gezaagd. Ik wou dat dan per se zien. En mijn ouders zo van, oké, ziet het dan. En dan ben ik daar compleet door getraumatiseerd geweest. Dat snap ik. Nu nog altijd Tim Curry. Want die nieuwe film is ook wel eng, hè. Maar die is niet zo eng. Mm-hmm. En die oude film is echt heel slecht, hè. Maar Tim Curry is wel echt kei-eng. Ja. Dat is onvergelijkbaar. Bill Skarsgård doet zijn best, hè, maar Tim Curry is gewoon... dat is waanzin. Dus ja, nog altijd, als ik die zie, is dat zo... Ik voel dat zo in mijn buik. Ja, zo, dat snap ik. Maar Taxi Driver vond ik eigenlijk niet eng als kind. Nee. Je voelt die terreur niet als kind. Je snapt niet hoe dat die insane is. Hè. Ja. Je ziet gewoon mensen rondlopen in New York eigenlijk. Ja. Hè. Je snapt niet dat dat erg is. Zo. Nee, dat is waar. Dus ja, mijn kinderen, wat kijken die? Die kijken wel zo Jurassic World Camp Cretaceous. Ah ja, tof. Ik vind dat echt cool als zo'n tussenstapje voor zo kinderen dat je into Jurassic Park wilt krijgen. Mm-hmm. Want zo, allez, zeker van uw generatie, gewoon zit de Jurassic Park generatie. Allee, zo hè. Ja. Gewoon dat er nog beter uitkomen of ja, zo. Ja, dat is waar. Ja, nu dat je het zegt. Mm-hmm. En... Ja, dat is wel dan de big thing of zo, dat je dat met je kinderen kunt delen, omdat er dan ook een animatiereeks over is. Ja, en dat is eigenlijk een hele toffe reeks ook. Mm-hmm. En dus ik denk wel dat dat 9 plus is of zo, of 8 plus. En mijn dochter is 7 en die kijkt daar toch al 2 jaar naar of zo. Maar het is oké, ze kunnen daar wel mee om. Die houden heel hard van dino's, dus ça va, die zijn daar ook niet te bang van. Ja. Die zijn eigenlijk het meest bang... Ooit zijn die geweest van Belle en het Beest. Als die wolven komen. De live action of de nee, niet de live. Ik ga er niet naar kijken. Nice. Naar die live. Sorry. Allee, ik vind die vroegere film was mijn lievelingstekenfilm als kind. En ik wou dat delen met mijn kinderen. Maar dan die wolven waren heel eng. Hè? Als die zo achter die papa aanzitten en zo. Ja. En dan ook Belle als ze probeert te ontsnappen en zo. Mm-hmm. Die is wel donker, inderdaad. Ja, dat is echt wel. Hè? Maar dus ja, dan moet ik die wel afzetten. Ja. Maar ze geven dat dan aan en dan zet ik het af en dan is het oké. Okay, ja. Ik bedoel...
Ja. Dus ja, ik vind er is een leeftijd voor alles. Ja. Ik ga je zeker niet traumatiseren. Ik heb geleerd uit mijn it-euvel. Dus, voilà. Ja, ik vind dat grappig dat Tim Curry echt een horror-icoon is geworden voor een hele generatie. Omdat bijvoorbeeld voor u is dat gewoon Rocky Horror Picture Show. Ja. Okay. Hoewel dat dan nog een oudere generatie is. Ja, mama is een ouder. Mijn mama heeft mij dat meegegeven. Dat was echt zo... Dat was zo wat hij altijd luisterde in de auto, op roadtrips en weet ik veel. Altijd de Rocky Horror Picture Show muziek. En Clem Aperes. Die dingen. Heel goede opvoeding dus. Ik was een jaar of 13 toen mijn mama zei van oké, het is tijd. It is time. We gaan niet zien. We doen deze. Ja. Als een vriendinnetje van mij ook bij. Ja, dat is interessant. Dat gaat compleet off the rails. Dan weet het niet meer wat er aan het gebeuren is. Nee, dat is waanzin. Dat is kei grappig. Ja. En we hebben dan ook al eens live gaan zien en zo. Dat was kei tof. De Vertigo staan in Krets in Antwerpen. Ja, ik kan het juist zeggen. En dat is super grappig, want je krijgt echt een tote bag met zo... Want in Engeland speelt je constant, hè. Mm-hmm. En dat is zo, je moet dan rijst meenemen om te gooien als ze trouwen. Je moet dan die rubberen handschoenen mee aandoen. Elke keer als ze Janet zeggen, moet je direct slut roepen. Allee, dat is, en met Brad, ik weet al niet meer wat dat bij Brad was, maar dat is zo plezant. Als je dat dan niet doet, dan staan die acteurs ook gewoon te wachten van... Ja, wat is het, mannen? Zalig. Ja, super grappig. Ja. Allee, ja. Ja, dat is iets dat jij mij dan ook hebt laten zien. Want ja, dat is iets waar ik ook zo nog niet mee was of zo. Mm-hmm. Ik vond dat hilarisch. Allee. Ja, super. Grote musical-fans, hè. Tim Curry is Rocky Horror Show voor mij. Ja. Ja, maar die is gewoon keigoed. Mm-hmm. Tim Curry, die zijn stem is goed, die zijn gezicht is goed. Dat is gewoon een legende. Mm-hmm. Die man, toch? Absoluut. Allee, dat is waanzin. Je ziet er tegenwoordig wel die er zo heel goed uit. Ik kan het mij voorstellen. Ik ga het niet opzoeken, maar ik kan het mij voorstellen. Nee, niet doen. Maar hoe oud is die? 100 of zo? Ja, nee, echt wel. Ik weet niet, die is echt niet meer... Allee. Die net je zo begin... Is niet meer 50 of zo, hè? In de jaren 70 was je begin de 30 of zo, denk ik. Dus die net je... Ja, toch al wel zo in de 80 is of zo, zeker. Ja, moet wel. Ja, kijk. Ik vind dat het is leven, hè. Funny om zo af en toe zo setfoto's van die in It uit de jaren 90 te zien passeren. Dat je daar gewoon... Ja, dat is dat roken in die vol Pennywise kostuum. Ja, zo, dat is wel een dag. Die dat hij ook ballonnetjes vast had of zo. Allee, zoiets. Keigoed. Oh ja. Maar heeft dat je toen geprikkeld om meer horror te gaan opzoeken? Of was dat het voor u? Ik denk met dat te zien dat ik zo wel zo geprikkeld was, to court van, hey, dit is wel een tof gevoel ook, mm-hmm. hoewel het vreselijk is. Maar het is ook een tof gevoel. Heb ik heel veel horrorfilms gezien ook. Ik was helemaal dol op horror. Zalig. Maar nu, nu ook, maar het mag ook niet te realistisch zijn. Het mag niet te dystopisch gaan, want dan word ik zo bezorgd. Ah, wel, dat is ook een beetje mijn probleem daarmee. Ik heb het omgekeerde. Ja. Ah ja, oké. Okay. Ja. Dat is misschien... Allee, ik wil echt niet neerbuigend zijn, maar vroeger was dat ook zo van... Ja, hoe zotter, hoe liever en hoe ruik. En gelijk Serbian film en Irreversible. Ja. Ik kon dat allemaal zien. Dat was allemaal... Dat was niet tof, hè. Maar nee. Dat was nog altijd ruig. Maar nu is dat zo van... Allee, dat ik daarnaar heb kunnen kijken. Gewoon toevoer. Allee. Maar ook omdat Serbian film eigenlijk geen goede film is, vind ik. Dat is wel een goede film, eigenlijk. Ja? Puur objectief, hè. Dat is een goede film. Zo werkt met flashbacks en zo. Ja, en je komt niet. Zo stilletjes aan te weten wat er gebeurd is. Ik vond dat wel goed. Goeie acteurs ook. Ja, dat is waar. Maar ik vind en dat die zo... die muziek. Oh my god. Ja. Die techno zo, hè. Zwaar. Ja, wel ruig. Ik zou het niet opnieuw kunnen zien. Nee. Nooit meer. Nee, ik ook niet. Nooit meer. Nee, maar bijvoorbeeld Martyrs in de dag gezien. Ook ik wil die niet zien, eigenlijk. Omdat dat is mijn villa zeker, hè. Ja, dat gebeurt daar ook wel in. Kan ik niet zien. Onder andere. Kan ik niet zien. Ja, de rest is al erg genoeg, maar zo veel... Ja, dat vond ik... Allee, dat is ook iets dat ik zo tegelijkertijd heel graag opnieuw wil zien en totaal niet opnieuw wil zien, omdat het gewoon zo heftig is en zo goor. En, allee, bedoel, ik kijk heel graag dingen met gore en die saw en hostel dingen en zo. Ik vind dat zalig, maar... Ah, ja. Martyrs was zo net iets... Zo'n stapje te ver voor mij. Allee... Mm-hmm. Gewoon voordat ik het zou aankunnen. Maar ik vind dat een geniaal geschreven film. Allee, gelijk, er zit zoveel creativiteit zo in die structuur daarvan. En hoe dat, dat ook met flashbacks werkt en zo. Mm-hmm. Ik zou dat echt aanraden. Maar ja, allee, als je niet tegen het filmen kunt, is dat
een beetje een moeilijke. Ja, ik vind dat natuurlijk een compliment voor de filmmakers. Ja. Van, wauw, dat ziet er super realistisch uit. Hè? Mm-hmm. Maar ik vind het gewoon niet meer tof. Mm-hmm. Want dan moet ik mezelf echt zeggen van, ah, dat is allemaal make-up, dat is allemaal gelijk special effects en zo. Maar dan ben ik niet meer aan, dan zit ik niet meer in het verhaal. Nee. Ik ben mijn eigen hand overtuigen, het is geen verhaal. Het, is een film, zo. Ja. Dus ja, dat gaat dan een stapje te ver. Ja. Ja. Wat is zo je favoriete 90s horrorfilm? Allee, of zo... Wacht, hè. Horrorfilms. Even, The Fly, too cool. Ah, dat is zo'n superfilm. Absoluut. En, moet ik even denken. Ik vond Aliens heel tof. Dat is ook zo body horror. Niet de eerste. Ik vond, eerlijk gezegd, een beetje saai. Nee, maar dat snap ik wel. Maar de tweede is zo echt adrenaline, hè. Met James met Cameron, hè. Dat is zo, ja, dat is echt wel oké. Mm-hmm. Even denken, hè. Horror. Wacht, hè. Want ik zat met Bernie in mijn hoofd en nu moet ik tappen in een ander kastje. We gaan er toe komen. Ja, maar ça va. Sorry, ik ga alle kanten uit. Over horror, dat is geen enkel probleem. Super graag. Ben gewoon aan het denken. Ja, zo horror. Ja, de eerste Saw vond ik echt heel goed. Mm-hmm. Super goed. Maar dan die daarna was zo van, ja, oké, hè. Mm-hmm. We get it. Ja. Hij is kwaad, hij is ziek. Hij wil mensen lessen leren en zo. Oké. En Hostel is helemaal niks voor mij. Nee, want dat is gore om te goren. Ja, maar ik vind dat dan ook toch wel... Er zit ook geen verhaal meer in. Dan kijk ik naar Seven of zo. Ja. En dan denk ik, ja, dat is ook gore, hè. Dat is waar. Ah, ja, de Savan ook zo wat stijlvol en zo. Maar ja, ook wel. Dat is een goede verhaal. Vies. Ook. Ja, dat is vies. Ja, dat is waar. Maar dat is zo anders. Dat is zo'n heel thriller erbij. En dan heb je Brad Pitt en je hebt de dingen. Morgan Freeman en Gwyneth Paltrow is allemaal goed. maar ja, ik weet niet, Hostel, dat is zo. Foos. Ja, blijkbaar komt dat uit. Eli Roth, de regisseur, die wou daar een documentaire over maken, over zo van die societies op de deep web die dat effectief zo'n dingen doen. Maar dan vond hij dat een beetje te gevaarlijk begon te worden voor hem en zijn gezin en zo. Ah, tof. Super, ja. Dus dan dacht hij van, oké, ik ga er gewoon een fictiefilm over maken en er wat bij verzinnen, want dan een docu over maken is onmogelijk, omdat dat zo... Allee, want die dingen gebeuren blijkbaar dan wel echt... In de hoekjes van de wereld. Tuurlijk, ja. En wel, daarom vind ik de Human Centipede zo goed. Omdat, dat is zo niet... Ik vind dat echt een goede film. Ja, ik vind dat ook wel echt niet slecht. Het is niet realistisch. Ik denk niet dat er iemand dat echt gaat... Hij houdt vast. maar kom aan, dat is zo insane en zo vergezocht eigenlijk. En die acteurs zijn zo goed. En het is zo mooi gefilmd. Mm-hmm. Gelijk dat huis. En dan dus de camera gaat zo mooi. Ik vind het echt een goede fotografie. De camera volgt de centipede mooi. Ja, maar je ziet ook niet zoveel gore daarin. Hè? Nee. In die eerste film, het is de gedachten. Hè? Dat is waar. Dan de tweede film. Ja, oké, met die rare... Ik heb een grappig verhaal over die rare. Oké. Ik was op een filmfestival waar ik mijn eindwerk vertoonde. Ook een cello, de Italiaanse cult horror uit de jaren 70. Ik had een beetje een hommage naar zo dat genre gemaakt. Oké, naar dinges. Naar Cannibal Holocaust en zo. Zowel meer de slasher voorlopers. Zo Deep Red in Bird with a Crystal Plumage en zo. Allee, die dingen. Maar... Cool dat je daar Cannibal Holocaust refereert. Goeie muziek. Fantastisch. Heel mooi. Zo atypisch. Dromerig. Ja. Heel dromerig. Ik vind dat ook heel romantisch eigenlijk, zo op een rare manier. Ja, ik vind dat ook. Ja. Dat is zo dat hutteke brandt dan af en dan zo strijkers. Ja. Oké. Amazing. Fuck it. Ja. Maar op dat filmfestival waar ik mijn eindwerk liet zien... was die vies manneke van Human Centipede 2, die kwam daar ook zijn debuutfilm voorstellen. Die maakt dus, ook films? Ja, blijkbaar. Dus die zat zo schuin achterbij, mee naar mijn film te kijken. En ik dacht, deze is interessant. Allee, ik wist ook heel lang niet dat die was. Maar het is echt wel grappig. Ik had het wel heel stom geweest en die in het Engels ondertiteld, dus die heeft er gewoon geen hol van begrepen waarschijnlijk. Maar... Is hij niet? Tom Six is Nederlands. Ja. Die kent niet. Just. Dat is een Amerikaan. Ja, dat is een Amerikaan. Nee, ik denk zelfs een Duitser misschien. Die heeft nog iets begrepen. Ja. Heiter is een Duitser. Die dokter is een Duitser. Juist. Maar die Martin,
van de tweede film is gewoon Amerikaan, denk ik. Ah, ja, oké. Okay. Gewoon Amerikaan. Ja. Who cares? Ja, dus daar heeft me voor zeker niks, meer, niks, nee. Niks aan verstaan. Maar... En heeft hij er iets van gezegd dan? Nee, hij is liever naar mij gekomen. So, ik ben er, okay. Alleen, want ik wou er zo wel mee gaan praten, maar het is ook lang geleden dat je Human Centipede 2 had gezien, dus ik... Mm-hmm. Ik kon er ook niet echt iets zinnig over zeggen tegen hem of zo. Van, uh-huh. Ik vind het cool dat je hier zelf zo... Ik denk dat dat... However dat ik dat ook gedaan had, dat dat heel awkward had geëindigd of zo. Mm-hmm. Dus dan dacht ik, van, ik zal het maar gewoon zo laten. Ja, ja, ik snap het. Ik denk dat ik Tom Sixes heb gezien in Centraal Station. Ah, grappig. Die had een cowboyhoed aan. Als hij het was, ik weet het niet. Dan dacht ik, als het met niet is en ik ga iets vragen en ik moet dat dan uitleggen. Ja, nee, ik dacht dat jij de regisseur werd van de Human Centipede. Ja, kent je die niet? Ik eens opzoeken. Dus ik heb het niet gedaan, maar ik denk dat hij het was. Ja. Ja, okay. Een van de mooiste momenten van mijn leven. Misschien komt deze ooit tot, ja, tot oh my God. Bij zijn oren terecht. Ja. Dus, Oh, wauw. Dat zou het droom in vervulling brengen. Ja, super. Waar dit gezegd zijn. Ja. Dan zullen we overschakelen naar Bernie. Oké. Okay. Ja. Waarom heb je voor Bernie gekozen? Omdat niemand die kent. Inderdaad. Hè? Dus dat zou eigenlijk een classic moeten zijn. Eigenlijk up wel. There. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. En niemand kent die. Mm-hmm. Letterlijk niemand. Terwijl daar 3 megasterren in meespelen. Ja. En ik snap dat niet. En ik wil dus gewoon Bernie awareness verspreiden. Absoluut. En ik wil dat iedereen die film ziet. Mm-hmm. Ja, terecht. Omdat die zo goed is. Ja. Ja. Ja, ook het concept, maar ook zo het verhaal en de vertolkingen, zo alles klopt. Ja. Zelfs de muziek klopt. De muziek klopt, ja. Zeker. Helemaal. Dus, hoeveel heb je die al gezien? Ik heb die... Wel, ik zeg het, toen ik thuis was met mijn eerstgeborene, met mijn dochter, heb ik die zeker 10 keer gezien of zo, voor een periode van een paar maanden. Dat was mijn comfortfilm. Ja. Ken je dat? Zo, ja. Dat je een film constant opnieuw ziet. Sowieso. Ja, dat absoluut. Voelt zo goed. En ik was die constant opnieuw aan het kijken dan. En dan keilang niet, tot nu eigenlijk, maar veel aan gedacht. Mm-hmm. Hè? En dan nu, gisterenavond, voor het eerst weer opnieuw gezien. Na 7 jaar, zoiets. 7,5 jaar. Dus, en toen ik hem zag vanaf de eerste minuut, was zo van... Ja, ik weet nog. Ja, daarom. Ik had gelijk. dus voilà. En ik had die ontdekt via een of ander lijstje op BuzzFeed of zo. Van Underrated Movies of zo. Ieder wat dat kwam is erin en ik dacht, oh, eens checken. Mm-hmm. Omdat, ja, Jack Black met een snor. Ja. Waarom zou je niet eens gaan kijken? Dus voilà. Inderdaad. Ja. Uiteindelijk, voor alleen de rol van Matthew McConaughey, zit Matthew McConaughey er ook echt bitter weinig in. Zo. Ja, dat is eigenlijk waar. Die heeft zo'n paar talking hits en zo misschien 1 scène in dat café. Ja, met die 2 getuigen zo. Ja. En dan zo met de pers. Zo met zijn baseballbed. Ja, geweldig. Ja, inderdaad dat hij er aan dat huis moet komen. Ja, als ze dat lichaam vinden. Ja. Oh, dat is kei. Ja. Maar ja, hè. Inderdaad. Oké. Okay. Ja. Wij wisten dus niet dat waar gebeurd was tot helemaal op het einde. Ja. Wat dat... Ah, je wist dat niet, terwijl nee. Die film... Ik was dat vergeten. Nee. Dus jij wist ook toen. Niet dat die getuigen... Nee. Echte getuigen zijn. Maar ik zei wel van in het begin van... Dat voelt als echte mensen, dat voelt niet als acteurs. Ja. Maar dan nog kunnen zeggen, het is een mockumentary of zo. Ja, voilà, want ik dacht, misschien hebben ze gewoon mensen van straat gepikt en gevraagd van, gewoon willen deze vertellen? Allee, zo. Ja. Maar dan op het einde inderdaad was ze van, oké. Okay. Ja, dat is een echte. Ja, die foto's zo en dan... Ja. Bernie die met Jack Black zo aan het babbelen is. Geweldig, hè? Dat vond ik zo sweet. Ja, hij was daar zo naar aan het kijken. Zo, hè? Ja. Zo verliefd, gelijk iedereen naar Bernie kijkt waarschijnlijk. Hè? Ja. Ja, ik vind dat geniaal. Allee, dat heeft ook zo wel wat toegevoegd aan het surprise effect of zo. Allee, zeker op het einde van holy shit. Allee, want je denkt van, die zijn over Jack Black aan het spreken. Allee, die zijn over Jack Black zijn personage aan het spreken, maar die zijn gewoon... Ja, dat zijn echte mensen die echte relaties hebben gehad met die Bernie. Ja, dat is eigenlijk wel heel triestig dan, als je daar zo over nadenkt. Ja, want ik ben het dan nog eens gaan opzoeken. Hij is even vrij geweest. Hè. Na die film was er een vernieuwde interesse in zijn rechtszaak. Ah. En dan was er een nieuw bewijs of zo. Ik weet ook niet welk bewijs, want hij heeft het gedaan natuurlijk. Ja. Maar dan misschien bewijs dat niet first degree murder was, maar gewoon een crime of passion of whatever. Maar hij is dan weer opgesloten. Mm. Hij is terug levenslang. Nog arme Bernie. Ja. Maar hij doet daar goed werk. Ja. Hij helpt mensen daar. Ja. Ik heb het gevoel dat hij daar niet zo slecht zit ook. Nee, dat is waar.
doing the Lord's work. Ja, ja. Hij maakt zo'n needlepoint voor mensen die overleden zijn van Carthage. Just, ja. 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 Wat een kerel. Het is echt... Ik vind het zo... Ja, zoiets uniek. En ook, dat is zo... Richard Linklater heeft dan bijvoorbeeld Boyhood gemaakt. En Boyhood was dan zo... Oh, Boyhood. Dus in 2014. Dat was dan zo... Kijk, groot en oh, fantastisch. En over 12 jaar gedraaid en zo. Ja. Maar Bernie is maar 2 films ervoor of zo. Allee, die heeft ook wel... Ja, mensen vergeten precies wat de rest van die zijn, de dingen dat hij heeft gemaakt. Zo, ja, iedereen herinnert zich zo Dazed and Confused. Mm-hmm. En... Before Sunset trilogie. Ja, ik moet wel zeggen, ik heb nog geen enkele film van hem gezien buiten Bernie. Ah ja. Ik weet dat die goed zijn. Die zullen wel goed zijn. Ik heb die gewoon nog nooit gezien. Ik staat allemaal op mijn lijst. Zo'n lijst. Maar het zou wel goed zijn, maar inderdaad. Ja. Ik heb ze ook niet allemaal gezien. Ja, eigenlijk die Before trilogie, dat moeten we samen doen. Want ik denk dat, Ja, dat is kei romantisch. Ja, voilà. Toch? Ja. Okay. Ja. Dat is ook wat ik ervan heb gehoord. En Ethan Hawke is... Allee, ja, dat is Ethan Hawke. Ja. Inderdaad. Charmante mens, denk ik. En die vrouw ook. Hoe heet ze nu weer? Ja. Ik was onlangs nog haar naam aan het zoeken. Ik ben het even kwijt. Een Française, dacht ik. Ja. Inderdaad. Ja. I don't know. Zij opzoeken. Maar bijvoorbeeld, ja, Dazed and Confused is gewoon een beetje een tiener stoner film. Dat is ook met... Nee, is dat niet met... Dat is ook met Matthew McConaughey. Maar is dat ook niet met die ene, niet Ethan Hawke, maar die een andere die lijkt op Ethan Hawke? Matt Dillon? Ja. Is dat niet met Matt Dillon? Ja, ik denk het wel. Zie, maar dat weet ik dan. Ja. Ik heb de film niet gezien, maar dat weet ik dan. Waarom? Ik weet niet waarom. Dus, voilà. Ik heb dat ook wel met zo'n dingen dat ik niet gezien heb. Ja. Dat, zo, dat ik daar zo veel gelezen. Dingen over weet. Ja, of voilà. Zo, ja. Je ziet filmposters en nou ja, je slaat dat op. Ja. Op een plek waar eigenlijk nuttige informatie moet zitten. Maar ja, zij zijn dan vervloekt met die informatie. Hoe ver zouden wij kunnen komen als dat niet zo zou zijn? Nee, voilà, het is dat. Het is dat. Zou een nieuwe Elon Musk kunnen opvoeren? Ik denk dat we er minder hersencapaciteit voor nodig hebben. Ja, ja, inderdaad. Ja. Wat meer geld misschien ook. Ja, dan, ja, dat wel. Dan komt het wel goed. Inderdaad. Ja, zo de vertelling van die talking heads, gemixt met de interviews met de locals, gemixt met die eigenlijk fictieve visualisatie, want dat is het eigenlijk wel. Want eigenlijk is het een soort documentaire, hè? Ja, eigenlijk wel. Ja, zo hoe noemen ze dat zo? Gelijk bij crime-solving dingen doen ze dat ook. Hebben ze ook acteurs en dan is dat zo vaak gefilmd en dan weet je wat er gebeurd is. Zo. Inderdaad. Maar nu, met Jack Black, hè. Ja, ja. Inderdaad. Moeten we daar even recappen voor wie dat niet weet over wat Ja, misschien gaat. Wel. Eerst naar de film kijken en dan terugkomen naar hier. Ja, daar had ik sowieso al. Ja, sowieso. Maar... Het is echt de moeite om te zien. Ja, inderdaad. Dus, wilt jij het uitleggen, Hanna? Of waar het over gaat? We kunnen het samen vertellen. Ja, voilà. We kunnen elkaar aanvullen. Ja, voilà. Dus Bernie die belandt, dat is eigenlijk een funeral director. Mm-hmm. Is het, hè? Want hij zegt zelf van nobody says mortician anymore. Yeah. It's funeral director. En dan zegt er iemand assistant funeral director. Lauren Hornbuckle. Of hoe Jij kent je echt van buiten. Gisteren was gewoon een opfrissing. Die is heel katholiek en die landt in Carthage in Texas. En die verovert de harten van alle dorpsbewoners daar. Vooral de oudere vrouwen. En de oudere vrouwtjes, want hij steunt dan de weduwe. Hè, en zo. En hij is heel goed in zijn job. En hij wordt een super populair lid van de gemeenschap daar. Zeker doet ook heel veel voor iedereen eigenlijk. Ja, kan blijkbaar gordijnen ophangen. Ja. En komt in een winkel binnen, ziet hij dat hij leuk vindt en koopt er gewoon 10 van hem uit te delen. Ja, wel, maar dan dacht ik zo van, heeft Bernie eigenlijk niet een beetje een probleem? Ja, ik dacht ook. Dacht, dat is niet helemaal gezond, dat is heel fijn voor de omgeving, maar dat is niet... Inderdaad, en dan dacht ik ook, hè, want om even het verhaal te maken, hij wordt dan vrienden met een bitch van een weduwe en hij wordt daar meer en meer door gedomineerd en ze worden beter en beter vrienden, maar dan wordt zij heel gemeen en hij schiet haar dan dood, omdat hij er genoeg van heeft. En dan heeft hij dat verborgen gehouden een tijd en dan is hem ontdekt geweest en nu zit hem in een bak. Yes. Voilà, ja, basically. Ja. Maar ik vond dan ook... Kei interessant, dat zijn dingen die ik nu zie. Die zag ik niet 7 jaar geleden. Oké. Okay.
Die zie ik nu. Dat vind ik heel tof met films, als je die opnieuw ziet. Mm-hmm. Maar zij scheldt hem dan uit van, waarom was je er niet? Of je had hier uren geleden moeten zijn. En hij zegt dan, you're making it very hard to be your friend. Ja. Mm-hmm. En dan denk ik zo van, dit is zijn manier om zijn grenzen te stellen. Hij kan zijn grenzen niet stellen. Nee. Hij heeft geen grenzen. Hij wil het voor iedereen goed doen, de hele tijd. En ja... Ik heb me ook wel de vraag gesteld, van, is die man mentaal gezond? Dat is geen normaal gedrag om te stellen. Dat doen wij niet allemaal. Nee. En de wereld zou ook niet werken als we dat allemaal zouden doen. Natuurlijk. Nee. Maar dat is die is heel hard op het uiterste van een spectrum op dat vlak. Dat is pathologisch people pleasen. Ja. Ja. En daar dan ook wel zelf veel uithalen, natuurlijk. Maar ja. Ja, en er zijn dingen dat inboeten, hè. Zo zijn persoonlijke relaties, zo gelijk een romantische relatie, kan hem niet aangaan. Als je zo leeft, dan kun je dat niet aangaan. Mm-hmm. Hè? Mm-hmm. Dus hij leeft echt voor andere mensen. Ja. Maar het is ook wel katholiek natuurlijk, maar hij kan zijn grenzen zo niet stellen. Nee. En zij gaat over zijn grenzen zo. Ja, en dan is zijn emmer vol. Zo. Ja. En ik begrijp het. Het is niet oké, maar ik begrijp het ik ook. Wel. Ja, als je het ziet gebeuren. Is gemeen. Ja. Mm-hmm. Als je het ziet gebeuren, dacht ik ook wel zo... Ja. Ja, wat kunnen we doen? Ja. Ja. Ik snap het. Ze was wel gemeen. Ja, uiteindelijk is het emotional abuse, hè. Ja, sowieso. Ja. Het geweer stond er dan ook gewoon. Ze had hem ook nog uitgelachen toen dat ze... Zij had hem daar dan ook nog mee uitgelachen toen dat ze het hem probeerde te leren. Maar je kunt dat niet. Ja, ja, be a man for once. Ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, ik voelde een beetje als poetic justice. Ja, een beetje inderdaad. Wel. Ja, dat ze net door dat geweer zo is afgeknald. Ja. Ik denk ook dat de grote vraag dat de film stelt is van... Mag Bernie ermee wegkomen of niet? Ja. Allee, van, hier is alles wat er is gebeurd. Nu kan de kijker ook een beetje als jury gaan oordelen van... Mm-hmm. Wat vind je dat er moest gebeuren met Bernie? En ik moet eerlijk zijn, ik vind dat een hele moeilijke. Ik vind dat ook een hele moeilijke. Als je in zo'n jury zou zitten... Een belangrijk detail voor wie dat de film niet heeft gezien, is ook... Ja, dus hij heeft haar vermoord. Dat heeft dan 9 maanden geduurd, zeker. Totdat haar lichaam is gevonden en dat hij heeft bekend. Mm-hmm. Maar in die tijd, want zij was superrijk, heeft hij met haar geld enorm goede dingen gedaan voor heel dat dorp. Dus hij heeft auto's gekocht voor mensen dat nodig hadden. Huizen gekocht. Speeltuigen winkels die ten onder hingen. Inderdaad, speeltuigen voor kinderen in hun tuin. En daarom niemand in dat dorp vond eigenlijk dat hij daarvoor veroordeeld moest worden. Omdat die allemaal veel te graag zagen. Mm-hmm. Ja. Maar hij heeft het wel gedaan. Voor mij mag hem vrijkomen. Ja. Voor mij had hem eigenlijk nooit in de bak moeten zitten. Want ik ben zo gelijk... Hij had spijt. Ja. Gelijk. En hij heeft dat nog nooit gedaan. En hij is duidelijk een goeie mens. Dus dan denk ik, ja, is hij een gevaar voor de samenleving? Voilà. Nee. Juist niet. Nee. Zij was een gevaar voor de samenleving. Ik weet dat wettelijk niet klopt wat nee. ik zeg. Nee. Maar, ik ben geen jurist of zo. Hè. Ik ben een sausmeer. Ik ga mijn gevoel af. Oké. Okay. Voor mij free Bernie. Weet je? Verdikt. Misschien laten we dat stof terug gewoon opwaaien met deze podcast. Ja, oh my god. Hoe grappig zou dat zijn? Super realistisch, ja. Ik vind, je kunt over alles praten, hè. Maar ja, de wet is de wet natuurlijk. Ja. Maar langs de andere kant, hadden ze het daar laten doorgaan, dat proces, dan had hem wel een veel mildere straf gekregen. Ja. En had ook niet first degree geweest of zo. Hè. Dan had hem misschien al vrij geweest. Ze hebben dan expres in zo'n hillbilly town. Ja, ik vond dat wel een heel grappig detail dat ze dat proces gewoon hebben verplaatst omdat je daar nooit veroordeeld had geworden. Ja, omdat hij te populair is. Ja. Yep. Ja. Dat vond ik wel tof, omdat zij van, dat is de eerste keer dat ik dat ooit weet, te gebeuren. Ja, en dan ook die district attorney was dat zeker, die Danny Buck. Danny Buck. Ja, fantastische rol, die zo met zijn das zo'n mond afveegt. Zo, echt geweldig super detail. Ja. Ja, toch wel. En weet je, die zien er ook allemaal zo idioot. Niet idioot, maar die zien er allemaal zo realistisch uit. Ja. Ja. Dat zijn geen pruiken of zo, die zien er echt gelijk normaal mensen uit. Je gelooft dat echt keihard. Ja, voilà. Ja. En die dan zo dat spelletje speelt van rijke luisleventjes versus die losers hier in Hicksville of whatever. Ja. Ja, dat vond ik wel mooi gezien, mooi belicht ook. Mm-hmm. Ik vond wel dat Matthew McConaughey er als acteur, omdat hij ook wel tussen al die, de witnesses in de echte mensen zit eigenlijk, vond ik dat er wel een beetje tussenuit viel of zo. Dat is een acteur en dat is echt wel Matthew McConaughey. Ja. En als je dan die locals hebt, dan dat er wat geïntercut wordt tussen die twee. Dan voelde wel van, dat is
dat haalt mij er een klein beetje uit dat jij wel een acteur bent hier. Snap je? Mm-hmm. Zo. Mm-hmm. Ja. Maar dan nog. Ja, de kwaliteit van de spontaniteit was niet hetzelfde. Nee. Ja, exact. Maar ja, die zitten naast Matthew McConaughey natuurlijk. Dus ja, wat kunnen die doen? Ja, dus maar... ik snap het ook wel. Maar ik vind het wel eigenlijk heel tof dat ze zo die mensen samen zetten. Want die een madame, die blonde zo, hè, die een brief had geschreven naar de gevangenisdirecteur, die had ook een scène met Bernie. Hè? En dan denk ik, van dat is eigenlijk heel schattig om die zo samen te brengen. Ja, inderdaad. En dat moet voor die mensen ook wel interessant geweest zijn. Dat is zo in de kerk dat je die een kus of een knuffel geeft of zo, denk ik. Zij wuift zo. Ah ja. En dan kijkt Marjorie zo van, hey, wat is deze hier? Dat is mijn Bernie. Just. Maar dat is nog maar in het begin van dat ze zo samen zijn eigenlijk. Ja. Ik was toen niet hard genoeg op aan het letten, omdat ik nog niet door had dat geen acteurs waren. Ah, ja. Jij was zo nog... Wat? Ik dacht gewoon, het is gewoon een film. Ook zo, like the musical scènes met Bernie, vond ik ook zo leuk. Ja. Van al die musical meteen theater. Na die moord zo. Ja. Dat, ja. Zo... dat contrast. Maar doe dat maar eens, hè. Ja. Die danskes, volgens mij, dat was stikken pot. En die houdt zijn stem kei mooi. Die kan kei mooi zingen. Echt aan het denken van, jij kunt dit. Ja, die kan dat. En zo, hè. Die, dat was heftig dansen. Dat was heftig. Ja. Ja. Ik was zwaar onder de indruk. Nee, ik ken dat niet zonder training. Ik zou ervoor moeten gaan joggen voordat ik dat ken. Ja, oké. Okay, ik ken u niet goed genoeg. Maar ik wil dat geloven dat je dat kunt. Ik zou het kunnen als ik zou trainen. Ja. Niet zomaar. Het gaat ook moeten in juni. Zet je een danser? Ja. Ah, oké. Okay, nu ben ik mee. Ja, ja. Okay. Dat was geen random opmerking nee, of zo. Nee. Okay. We zijn nu samen een musical... wij zijn... Ja, musical lessen, basically, aan het volgen. Oké. Okay. In Bortel. Dat is heel plezant, maar jij hebt achtergrond in basically alles daar. En dat is eigenlijk gewoon... zat op een feestje, dat is afgesproken, dat we dat gingen doen. Dat zijn de beste afspraken. Hier. Inderdaad. Dat is wat gemeent dat. Hoe noemen we dat? Wat is erop daarvan? De leraar, maar ook de organisator. Die was daar shout-out op dat feestje. Rob. Shout-out naar Rob, zeker wel. En die begon daar zo van... Ah ja, het zou kei tof zijn dat je zou kunnen meedoen en dit en dat. En die kwam dan naar mij. Van, ja, maar ik heb echt nog een man nodig. Kom jij ook niet meedoen? Ik zeg, maar, bro, ik ken dat allemaal niet. Ik kan zo net toon houden, denk ik. Maar dansen en zo zeker niet. Mm-hmm. En dan... was hij een beetje aan het smeken en zo. Die avond. En dan dacht ik, laten we dit proberen. En nu zijn we dat al bijna een half jaar aan het doen, denk ik. Oké. Okay. Ja. Ja, super. Dus we gaan het moeten kunnen. Oké. Dus musical. Ja, en jullie treden op dan? Ja. Oké. Okay. Yes, inderdaad. Maar misschien knip ik deze er wel uit. Ik weet niet of ik... Ja, sorry. Ja, nee, dat is sorry waar. Je vertraagt het ook, hè. Ik interesseer mij ook. Dus, oké. Ja, super. Ja, goed. Sorry. Ja. Dus vandaar, zingen en dansen tegelijk is moeilijk. Oké. Het is dat. Ja, dus als hij zingt perfect en hard, hè. Terwijl hij zo van die insane dansjes doet. Ja, ik dacht echt, is je conditie zo goed? Ja, maar Jack Black heeft een goede conditie, ik weet dat zeker. Anders kun je niet zo insane zijn. Nee. Ja, zeker. Wat hij zo met Tenacious D heeft gedaan vroeger, met zijn band, dat is ook wel... Het zijn niet de rustigste nummers of zo. Nee. Dat is echt heftig. Ik ga dat straks eens laten horen. Of morgen. Ik vind Tenacious D heel grappig. Ja. Maar die zijn ook zo heel... Ja, dat zijn zo wat... We gaan je viespeuken, zo'n stom woord te gebruiken. Maar dat zijn zo wat vetzakken, zo, hè. En dan zijn eerste gesprek met Marjorie, als hem zo koffie aan het drinken is en dat suikerklontje zo. Ja. Dat vind ik zo'n mooi momentje. En hij zegt dan zo van... ja, mijn leeftijdsgenoten, die begonnen zo met mijn motto's te rijden, premarital seks te hebben, drugs te doen en zo echt zo. En ik dacht zo van, Jack Black, ik vond dat zo grappig dat hij dat dan zojuist zei. Zo, inderdaad. Heel veel zeggen. Ja, nee, ik vond dat heel grappig. I led him on the path to Jesus. Ja, echt. Ja, toch 7 mensen bekeerd. Ja. Dat kei heftig is. Allee, hoe de fuck doe je dat? Dat is sowieso aan het proberen doen in de gevangenis. To this day. Ja, zo de eerste scène in die gevangenis is hem zo kiesje aan het maken. Ja.
zijn broccoli sauteren. Just, ja. En die gasten staan er zo van, oké. Okay. You gotta saute the broccoli first, or else it loses all its flavor. Ja. Oh, dat is zo grappig. Ja, zo echt. Kleine dingetjes zo. Yeah. Ja, dat is dat echt goed in, zo die detailjes. Dus, zo. Of als ze hem zo haar onderbroeken opplooit. Oh, ja, zo heel netjes. Ja. Zo. Ja, zo groot, ja. Zo grote onderbroeken. En zo echt zo netjes. Of altijd als ze hem zo iets uittrekt en dan zo blaast op dat dingetje zo. Ja. Dat zijn zo van die zo kleine, super charmante dingetjes zo. Ja, ook zo heel... ik vind het gebruik van pancartes in de film ook superleuk. Ja. Dat is echt gelijk een beetje een true crime documentaire, basically. Of... Maar dan bijbels. Ja, zo, hè? Inderdaad. Zo. Ja. Ja. Of zo de Ten Commandments. Ja, zo perkamentachtig. Ja. Ja, ja, heel tof gedaan. Zo, die vraag van, was hij gay? Was hij sexual? Ja. Want ik had echt zo 10 minuten daarvoor die vraag gesteld. Ja. Van, die heeft echt wel gay energy. Ja. Het wordt zo, maar ik vind het leuk dat het niet beantwoord wordt. Ja, ik vind het ook heel leuk. Dat hangt out there, dat hoeft niet. Ze hebben een mooie band. Dat is het voornaamste. Er is wel zo, wij zeggen dat hij op een cruise of in een hotel zit of zo. En dat hij wel een pittigere conversatie heeft met een andere gast. Ah, dat is op die cruise, ja. Ja. Ja, dat hij zo aan het flirten is, precies, met een man. En dat zij er dan zo tussenkomt, hij moet vertrekken. Ah, ja. Maar is dat niet omdat ze gewoon jaloers is dat hij zo likeable is tegen sowieso. Iedereen? Ik weet niet hoe ik dat moet dat lezen denk ik soms. Ook. Ja, denk maar dat ook. Maar er was wel de vraag van, wat vindt hij daarvan? Was hij wel aan het flirten met die man? Of was dat puur platonisch? Is hij gewoon lief en komt dat gewoon zo over? Ja. Ja, we het nooit weten. Nee, we zullen het nooit weten. Mm-hmm. En het wordt zo in het midden gelaten. Ik vind dat tof. Ja. En dan die een dat over sandalen begon. Van, Jezus droeg ook sandalen. En die had 12 apostelen en die waren ook allemaal vrijgezel. Ja. Dus wat maakt het uit? Dat vond ik zo schattig. Ja. Ik heb zo hard gelachen met die talking heads. Ja. Vooral met zo die ene vrouw die heel de tijd aan het vertellen was, maar dat zo die jongere vrouw naast haar die heel de tijd gewoon aan het giechelen was. Ja, die dunne, die mijn luipaard, die aan het roken was en zo echt aan het afgeven was. En met die andere de hele tijd zo, naast hem. Ja. Ik ging kapot. She was nothing more than a plain bitch. Zo, oké. Okay. Oh. Ja, die mensen waren ook zo sassy. Ja. Ja. Ja, maar dat accent doet ook wel veel, natuurlijk. Zeker. In Carthage. Dat is geweldig. Ik vind dat zo grappig dat ook, voor vrij... een conservatieve regio te zijn, met die vraag van, was hij gay? Mm-hmm. Dat die daar allemaal zo super tolerant over zijn ineens. Allee, dat die allemaal zo zeggen van, kijk, als het zo is, dan is het zo. Dat is hetzelfde als racistische mensen die zeggen van, maar dat is een goeie. Ja, inderdaad. Allee, maar er zit nog altijd een ondertoon in. Van, ja. Het is eigenlijk niet oké, maar van, Bernie mag het. Omdat zo'n lieve mens is between him and God. Ja, voilà. En hij doet niks, we zien het niet. Oké, heeft wat trekskes, maar dan is het oké. Ja. En dat vond ik zo, En dan Danny Buck, die zo begint over die fitnessmagazines. En zo van, het relaties gehad met 3 hetero mannen, maar die waren hetero. Waren hetero. Oké. I know for a fact. En dat is zo van, oké, je hebt geen bewijs. Dat is allemaal zo geroddel. Zo. Ja. Heerlijk. Maar dat maakt heerlijk geroddel. Ja. Ik ging ook echt zo goed van dat. Mensen die praten met Danny Buck, noemden die ook heel de tijd Danny Buck. Ja, Danny Buck. Niet gewoon Danny. Nee. En ook zo 3 keer op een halve minuut. Zo, bij Danny Buck. Ik denk dat hij Danny Buck Southern is of zo. Bernie Teed. Ja, want dat is ook... dat zal een Duitser zijn van origine of zo, de Bernie. Was dat niet Bernhard Teed of zoiets? Ik weet het niet. Oh my god, geen idee. Zo, inderdaad, zo mee op zijn Duits geschreven, precies. Ja. Tiede, ik denk dat een Duitse achternaam is of zo. Oh my god, vandaar die snor misschien. Ja. Dat die hebben dat allemaal. Sinds Hitler. Wordt er geen baby geboren zonder spijt. Kijk, dat is Duitsland. Nee. Nee, dat weet ik eigenlijk niet. Nee. Zijn er nog dingen dat je met de rewatch zijn opgevallen dat je charmant of tof vond of zo? Even nadenken. Want dat onderbroek opplooien vond ik geweldig. Dat dacht ik, dat ga ik onthouden. En dat hij zo zegt van, you're making it hard to be your friend.
Ja. Zo. En je ziet dat zo, want ja, 7,5 jaar geleden was een ander persoon. En gelijk in die 7 jaar heb ik een burn-out gehad. Nu moet ik denken aan... Ja, zwart, maakt niet uit. En in die burn-out leert je ook zo van... je grenzen bewaken. En je wilt goed doen voor je. Je wilt dat iedereen je graag heeft en zo. En dat kwam ineens hard binnen. Ja. Van, oh, oké, er zit wel een dieper niveau in deze film. Namelijk over het bewaken van je grenzen. En want als je iemand te ver drijft, dan gebeuren er accidenten. Inderdaad. Want dat is eigenlijk ook het enige moment in de film waarop dat hij die grens probeert te stellen, toch? Ja, want voor de rest gaat hij weer direct, gelijk in de gevangenis, gaat hij weer direct naar zijn oude manier van doen, van ik wil mensen helpen. En dat is ook mooi, hè? Ja. Dat is mooi, maar dan komt er zo iemand tegen, gelijk Marjorie. En ik snap nog altijd niet goed wat hij daaruit haalde, eigenlijk. Ik ook niet. Ik denk dat dat heel hard ging over zijn gelijk halen. Omdat hij heel hard geloofde in het fundamenteel goede van de mens of zo. Dat er dan één persoon was waar dat hij gewoon niet aan zijn kant kon krijgen. Allee, dat gewoon niet reageerde op wat hij degelijk andere mensen. En dat hij eigenlijk daar een beetje zijn missie van maakte om haar... Om toch hem te winnen. Ja, om toch dat goede in haar te kunnen zien of zo. Ja. Allee, want... Of is het goede zien of is het dat zij het goede in hem ziet? Ja. Ja. Dat is ook een goede vraag. Is het altruïsme of is het gewoon zelfbevestiging? Weet je? Ja. Hij wil graag gezien worden, hè? Meer zelfbevestiging, inderdaad, denk ik. Wel. Dus dat vind ik, hij is zo koppig. Hij gaat er naartoe met dat badspulletjes en zo. Hij blijft gaan. En dat vind ik zo, daar wordt niet echt op ingegaan. Zo. Nee. Zo de beweegredenen. Maar langs de kant vind ik het ook tof dat daar niet op wordt ingegaan. Want dan kun je zo zelf erover nadenken. Ja, zo, ja want wat ik me ook wel afvroeg, is dat was inderdaad een super luxueus leven dat hij dan wel leidde met haar. Allee, ook, werd ook compleet emotioneel misbruikt. Maar super veel luxe. Golden Gate. En ik vroeg mij dan ook wel af, vindt hij dat misschien ook heel leuk? Is dat er misschien ook een deel? Ik weet het zo niet goed. Ja, dat wordt ook wel zo'n beetje gesuggereerd door de film. Ja. Van dat hij ook wel graag dingen koopt. Dat hij ook wel een probleem heeft. Maar dat hij zelf eigenlijk sober leeft, maar dan met haar geld eender wat doet. Maar dan ook wel om andere mensen te helpen. Ja, ook niet voor zichzelf, per se. Nee, maar langs een andere kant denk ik zelfs in dat altruïsme van ik koop hier 5 klokken om uit te delen, zit er wel een kantje in dat... zelfbevredigend is. Sowieso. Want je hebt die dopamine wel. Je koopt dingen, dat doet deugd. Ja, mensen zijn blij, je hebt iets gekocht. Ja, je maakt iemand blij en die persoon vindt u dan leuk. Dus dat is zo, is dat puur of niet? Allee, compleet altruïstische goede daad bestaan. Je doet dat ook altijd wel een deel, omdat je er zelf goed over voelt. Inderdaad. Geloof jij daarin? Allee, dat echt puur altruïsme niet bestaat? Ja, ik geloof daarin dat dat niet bestaat. Ja, ik geloof dat ook, 100%. Misschien zijn wij een beetje cynisch, maar ik vind het heel moeilijk. Dat maakt je geen slechte mens, hè? Nee, omdat, maar zo werkt het niet. Nee. Zo werken menselijke relaties niet. Dat is twee verkeer, hè? Ja. Twee richtingsverkeer. Je kunt niet iets doen en dan... point final, hè. Ja. Dus je hebt altijd een reactie. Als er geen reactie komt, dan wat heb je dan gedaan? Dan bestaat het niet, wat je hebt gedaan. Vind ik. Niet om super filosofisch te gaan doen, hè. Maar ik geloof daar niet in, zo. Ik vind dat niet. Dat is nooit puur. Nee, het is wel bitter, maar oké. Ik ben ook van die mening. Ja. Ja, en dat betekent niet dat daarom geen goede daad is, hè. Maar je haalt daar altijd iets uit, toch? Je komt er maar op om het te doen. En jij voelt je goed en die persoon voelt zich goed, dus perfect. Ja, wat is het probleem? Wat is het probleem? Ja, inderdaad. Ja. Dus bij Bernie denk ik, zo, er is misschien wel iets niet helemaal oké. Ja, ik vind het ook... Sowieso. Is die oké? Dat is een vraag. Nee. Is die oké? Ik vind het heel leuk dat de film je ook niet meer antwoorden geeft dan dat er bekend zijn in de pers of zo. Allee, dan dat er geweten zijn. Er is heel veel waar je zelf ook nog over kunt speculeren. Dat vind ik... Ja, ik vind dat heel tof, want dat is vaak zo wat de cheap way out. Oh, we gaan het fictionaliseren en we gaan een beetje een beter einde geven en zien dat het allemaal beter in de scenario-structuur past. Maar ik denk niet dat Richard Linklater dat heeft gedaan hier. Ik denk dat hij heel waarheidsgetrouw is gebleven. Ja, en ik denk, je kunt zelf gaan speculeren en zo, maar het leven is zo. Je ziet een situatie, je krijgt nooit uitleg bij het leven. Nee. Je moet het zelf maar allemaal invullen en verzinnen. Ik denk dat er één scène was dat ik dacht...
Dat weet je wel niet, hè, Linklater. Dat weet je wel niet. Gelijk als zij, als hij rijdt, juist als ze hem heeft gezegd, you're making it hard to be your friend, ja, rijdt hij weg. En zij sluit de deur. Ja. En zij mompelt tegen zichzelf, you're never leaving me. Ja. Of zoiets, I'm never letting you go. En dan dacht ik van, dat is wel artistieke vrijheid dat je daar neemt. Ja, absoluut. Want wie weet heeft hij dat gefluisterd, dat weet je wel niet. De rest is allemaal in interactie met iemand die dat dan verteld heeft. Ja. Maar dat dacht ik zo van, dat is wat cheesy. Mm-hmm. Dat is het enige puntje van commentaar dat ik heb eigenlijk. Ja, ik denk dat ze dat fluistert. Dat je dat een beetje nodig hebt als laatste stapje naar die moord. Allee, dat de anders misschien minder in favor van de Bernie was. Maar ja, dan heeft Linklater u toch nog een beetje gemanipuleerd. Allee, ja, Jack Black casten voor die rol is ook sowieso al manipulatie. Want iedereen vindt Jack Black leuk. Allee, dat... Ja, je kunt die niet leuk vinden. Nee, inderdaad. Zeker niet als Bernie. Mm-hmm. Dus direct zo van, oh my god, jij hebt mijn hart en mijn ziel is van u gewoon. Dus... Heerlijke mens. Ja. Ja. Ik was nu wel net aan het denken, de enige persoon dat er echt slecht uitkomt in die film. Allee, vooral is echt die Marjorie, maar die is ook gewoon dood. Die is dood, dat is wel... Dat voelt een beetje raar, dat die heeft daar ook niet over kunnen verdedigen of weet ik veel over wat dat er daar is gebeurd. Die haar standpunt is daar niet over bekend. Ah, wel, maar ik denk er nu al over met daarover te babbelen. Er is, er is één keer dat ze zegt tegen Lauren Hornbuckle, haar beursmakelaar, dat ze zegt van, he's so nice to me. No one's ever been so nice to me. Maar dan staart ze zo voor zich heen en dan zegt ze van, ik kan me niet herinneren dat iemand ooit zo lief was. Yeah. Maar dan denk ik van, ja, misschien omdat jij zo bitchy doet tegen iedereen. Mm-hmm. En Bernie is zo'n sul dat die zo lief wil doen. Mm-hmm. Ik weet het niet. Maar dat gaf haar zo wel even een menselijk kantje. Zo. Inderdaad. Ja. Heel even. Mm-hmm. Ja, het duurt niet lang. Maar. Nee, het duurt niet lang. Ja, die vervalt ook in haar patronen gewoon. Ja. Dat is nou mens, hè. Mm-hmm. Ja, inderdaad, ja. Dat is van haar leven. Die is evil, denk ik. Ik denk echt wel dat dat... Of bitter, of whatever. Dus die gaat niet veranderen, hè. Wij kennen Bernie dacht misschien dat hij maar ging veranderen. Dat kan. Wij kennen zo'n... in de familie is die nogal bekend. Dat is geen familie van ons, maar die... Pas op die is, wat je zegt, hè, want dat wordt uitgezonden. I know, maar die mensen... Er is iemand dat wij kennen krijgt. Dat heel hard op Marjorie lijkt. In gedrag. En ik vond dat... Allee, het is eigenlijk pas nu dat ik eraan denk. Ja, inderdaad. Maar dat is ook zo... Daar wordt dan ook zo over gesproken van... Allee, daar wordt ook over geroddeld door zo like iedereen. Terwijl dat, je ziet die zo amper. Maar als je die ziet, dan is die ook kei onvriendelijk. Allee, dat is... Mm-hmm. Ja, zo wel een Marjorie-achtig figuur. Maar ik vind het grappig, want dat, overal zit er zo wel... Ja, dat bestaat. Ja, eigenlijk is haar verhaal bijna exact hetzelfde. Maar ja... Dat is ook een Bernie in het spel. Nee, dat niet. Jammer, geen... Allee, of ja. Good for him. Good for him, inderdaad. In Schilde wonen er geen Bernies. Nee, dat is waar. In Schilde. Is Schilde niet het Carthage van België, uiteindelijk? Come on. Ja. Little is Jesus. Ja. Little more capitalism. Ach, ja. Nee, wij hebben over laatst iets heel grappig ontdekt over de connectie tussen Jack Black en Mike White, de showrunner van The White Lotus, als je dat hebt gezien. Nee, White Lotus heb ik niet gezien. Ik heb alle memes gezien. Ja. Maar, goeie memes. Ik weet niet, ja. Het is wel raar, blijkbaar. And gays are trying to kill her, of zoiets. Allee, Hoe heet ze daar, Jennifer Coolidge, van wie ik een super fan ben? Ja, als je fan bent van Jennifer Coolidge, is The White Lotus wel echt een moeite. Ja, ik zou echt eens moeten kijken. Het is echt heel echt een moeite. Ja. Dat is echt Gaslight Central, dat is echt hilarisch. Crazy. Dat is echt zo'n unieke reeks. Maar die showrunner daarvan, ik was benieuwd, wat heeft hij nog gemaakt? En die heeft al Nacho Libre gemaakt. Ah ja. Met Jack Black, maar dat zijn in dingen... Rock of Ages, denk ik. Die heeft School of Rock geschreven. Richard Linklater heeft dat geregisseerd, ook met Jack Black. En zo allemaal zo van dat soort comedies. Ook zo de Emoji Movie had hij geschreven. Ik dacht, what the fuck is uw carrière? Jij maakt een van de beste reeksen van zo de voorbije 2 jaar. En uw vorige credit was de Emoji Movie. Allee, ik vond zo ziet je, talent. Dat heeft tijd nodig om zich te ontplooien. Absoluut. Maar ik vond dat echt
Die heeft ook keiwel samengewerkt met Jack Black. Mm-hmm. Van een grappige connectie. Van misschien White Lotus seizoen 3. Oh, dat we Jack Black krijgen. En hoe heet hij? Mike White. Ja. En Jack Black. Ja. Fantastisch. Ja, dat had ik dus ook nog niet door. Kun je dat niet verzinnen, zoiets? Nee, dat kan inderdaad niet verzinnen. Is dat expres? Ik weet niet. Die heet echt zo. Je moet er gewoon een komisch duo worden op dit punt. Ja, inderdaad. Je hebt elkaar ontmoet en gedacht van deze. Dus ik, yep. Deze doen we. Maar zou... Jack Black is een artiestennaam, denk ik, hè? Nee? Ik weet niet. Ik zou... Ja? Ik heb hem horen trillen, maar ik weet niet waar. Ah ja, oké. White Lotus is geniaal. Mm-hmm. Ja, ik zal het wel eens zien. Maar ik moet nog zoveel inhalen van die jaren dat ik zo niks gezien heb. Ja, ja, kinderen dus, hebben eens druk, hè, denk ik. Ja, je raakt niet meer in de cinema gewoon. Hè. Thomas Jacob Jack Black. Ah ja. Dus Jack is de korte naam. Maar Black is Thomas, Thomas Jacob Black is de originele naam, blijkbaar. Dat is cool. Ja, Jacob is Jack, hè? Ja. Ja. Oké, let's go. Ja, ja. Nice. En scenaristen hebben geen artiestennamen, dus het zal dan ook wel Mike White zijn. Ja, zien we een keer. Nice. Ja. Dat klinkt ook iets minder cool dan Jack Black. Ja, inderdaad. Jack Black is wel cool. Ja. Yep. Ja. Mike White niet. Nee. Nee. Ja. Mike White supremacist. Dat is niet cool. Nee, dat is zeker niet cool. Dat is jammer dan. Ja. Alright, Hannah, zijn er nog dingen dat jij graag wilt pluggen op de podcast? Waar de mensen je kunnen vinden online? Waar dat je wilt dat ze naar kijken, luisteren? Ja, ik weet niet. Volg me op Twitter. Yes. Als jij dat nog niet doet. Ja, ik zit op Twitter heel veel. En ik zit op YouTube. Maar ik vind van mezelf niet dat ik genoeg filmpjes post. Maar ik ben bezig. Ik ben eeuwig bezig aan een edit van Looksaus filmpje. Ah, nice. Dus ik ga deze doen. Is ik ga het deze een recept? Nog... Wat, blief? Is het een recept? Nee, het is een vergelijking van merken eigenlijk. Okay. Hè? Zit je eigen Looksaus er dan ook tussen? Nee, maar ik soef wel over mijn eigen Looksaus. Zoals het moet. Voordat ik ga proeven, zo toch nog eens even zo van, ik maak die zelf. Ja. Het wordt wel leuk en zo. Vol innuendo. Ik zit op YouTube en ik zit op Twitter en ja, op Mastodon eigenlijk ook. Liever niet op Instagram, maar oké, daar zit ik ook. Maar niet zo graag, maar daar zit ik wel. Dat is het eigenlijk zo'n beetje. Ja, super cool. Dus alright. Volg Hannah allemaal daar. Dit was de videotheek. Tot volgende week.